Voor dag en dauw stonden de medewerkers van Regio 90 en de Knuffelweide op om naar de Amerongse scholen te gaan. Ga mee met mij naar de kinderboerderij. Naar de schapen en de koeien, hoor ze maar eens lekker loeien. Oh, wat zijn die beesten blij. Ga mee met mij. De actie voor de Knuffelweide, de kinderboerderij in Amerongen, hebben we opgezet omdat we weten dat de Knuffelweide heel goed bezocht wordt en gerund wordt door een groot aantal vrijwilligers. Maar dat het financieel soms wel eens moeilijk is. Dieren eten veel natuurlijk, moet schoongemaakt worden. Blijkbaar geen subsidies van de gemeente. Dus zijn er veel instanties die proberen die Knuffelweide open te houden. Wie van jullie is er wel eens op de Knuffelweide geweest? Bijna allemaal. Jij nog nooit? Moet je gauw doen, want het is hartstikke gezellig. En dan willen wij als Regio 90 heel graag aan meewerken met een leuke actie die we gaan houden. Met alle schoolkinderen onder andere. En 27 januari zijn we dus live vanuit de Jumbo in Amerongen, waar we ook alle medewerking van krijgen. Om te kijken of dat we een leuk bedrag bij elkaar kunnen krijgen voor de Knuffelweide. Tijdens het bezoek kregen de kinderen uitleg over de actie. En konden ze na afloop knuffelen met onder andere een konijn, cavia's en Toos de Haan. Er zijn behoorlijk veel reacties op, ja, vooral kinderen. Hier waar we zijn bij de scholen hier ook. Kinderen werken heel goed mee. Er zijn straks ook zelfs optredens in de Jumbo, onder andere van Ray Klaassen, die dus belangeloos meewerkt. Dat is heel leuk. Dus op die manier proberen we dus tot een succes te maken. Voor meer informatie over de actie, ga naar regio90.nl/knuffelweide.